De mooie stad Deventer. Naamsverklaring Deventer. De naam Deventer wordt etymologisch op verschillende manieren verklaard. Allereerst wordt ze toegeschreven aan een in de 8e eeuw of eerder ontstane samenstelling van twee oud-Saxische vormen. De naam zou dan zijn ontstaan uit Deventreo, wat zoiets betekende als aan een waterloop gelegen geboomte of dode boom. Deven betekende in het Gotisch hetzelfde als gestorven. De Oud-Engelse of Oud-Saxisch naam Treo betekende boom. Een van de oudste steden en stadsrechten. Deventer is een van de oudste steden van Nederland. De plaats staat al in de negende eeuw in de bronnen van het bisdom Utrecht vermeld. In een oorkonde uit 877 wordt gesproken over zeven hoeven in Daventreportu, portu de haven Deventer. In 952 wordt Deventer in een Schenkingsoorkonde van Koning Otto I als stad vermeld. Nadat de plaats in de loop der tijd steeds meer rechten en privileges had verworven, ontving ze in 1123 van keizer Hendrik V de beschikking over de gemeentelijke gronden. Dit wordt door historici beschouwd als het moment van verkrijgen van stadsrechten door de inwoners. De stad heeft het oudste stenen huis, het oudste wandelpark en met de Atheneumbibliotheek ook de oudste wetenschappelijke bibliotheek van Nederland. En Atheneum is vernoemd naar het door keizer Hadrianus in Rome gestichte Atheneum. Hansenstad. Deventer maakte in de middeleeuwen deel uit van het Hansenverbond, een belangrijk Noord-Duits handelsnetwerk. Koekstad. De Deventer koek, vroeger gespeld als de Deventerkoek. Is een lekkernij uit de Nederlandse stad Deventer. De koek werd vanouds volgens strenge gemeentelijke aanwijzingen gebakken. Dit moest zorgen voor constante kwaliteit en een lange houdbaarheid. De lekkernij is een bekend icoon van Deventer, dat als bijnaam de koekstad heeft. De geschiedenis van de Deventer koek gaat terug tot in de middeleeuwen, de eerst bekende ordonnantie die voorschriften gaf voor het koekbakkersbedrijf dateert van 1417. JB Bussink nam in 1820 een bakkerij over die haar oorsprong had in 1593. Rond 1900 afficheerde koekbakker Klopman Baarselman zich als de oudste fabriek van echte Defente koek. Bakkerij Koeling noemde haar koek terzelfde tijd in reclames wereldberoemd. De kerken die ik vanmiddag heb gezien zijn majestueus en ik heb mijn ogen uitgekeken en de stad is zeker een aanrader om heen te gaan. Prachtige muurschilderingen. Dit is de voormalige bankierswoning van de familie Vermeer, nu is het een hotel en restaurant. En dit is de mooie IJssel, en dit was en is een van de handelsroutes voor Deventer voor import en export van goederen. De mooie IJssel, hier kun je zien hoe hoog de IJssel wel eens heeft gestaan. En hier stonden wij bij de stadsmuur, en deze is gebouwd in de 13e eeuw. De Sint-Nicolaaskerk of Bergkerk in Deventer is een van oorsprong Romaanse kruisbasiliek en bevindt zich op een oude rivierduin in het bergkwartier. Hier stonden wij bij een huis uit 1315. Prachtige en indrukwekkende gewelven van de Bergkerk en mooi om te zien. Het orgel is ook schitterend en mooi om te zien, met de beelden erop. De grafstenen op de vloer zijn van bekende mensen uit Deventer en omgeving. Het glas in lood met de tekeningen erin zijn ook prachtig om te zien en ik heb mijn ogen uitgekeken, bij alle kerken. De kerk is mooi van binnen en ik zou u aanraden een keer erheen te gaan. Grafsteen van een oude burgemeester van de stad Deventer. En een mooie preekstoel in de bergkerk, klein voor zo'n grote kerk eigenlijk. Ik ben nog nooit in een stad geweest met zulke oude huizen als Deventer. Hier stond ik voor de winkel van Bussink, de koekbakker. Hier stonden wij bij een overblijfsel van Lamedische klooster. En dit is de mooie Broederenkerk van Deventer, ook wederom prachtig. En dit is de eerste keer dat ik een biechtstoel heb gezien in een kerk. Neem, Eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis, wederom een mooie preekstoel. De Broederenkerk heeft een mooie priesterkoor, waar hij bidt, etc. En dit gaan wij over een aantal weken vieren. Goede Vrijdag en Pasen. Dit is ook een mooie muurschildering, en hier staat Wijd mijne Lammeren, en dat zegt Jezus tegen Petrus. Nog een mooie foto van het priesterkoor. Hier een schilderij van de verlosser die eeuwig leeft, hem zij de glorie. Dit was mijn film over Deventer. Ik hoop dat u het mooi vond. Wilt u misschien abonneren? Fijne dag en tot ziens!